Hey kijkers van ProKevin, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Kevin en jullie kijken naar de tweede aflevering van de Shiny Only playthrough van Scarlet en Violet. In mijn geval Scarlet. Vorige keer zijn we begonnen met onze Shiny Mareep. Dat is onze starter in deze game om op zoek te gaan naar onze allereerste, ja, tweede Shiny eigenlijk. Dat ging heel slecht. Een aantal trainers die we niet konden verslaan. Dus het is hoog tijd dat wij verder op zoek gaan naar hopelijk een tweede shiny. En dat moet natuurlijk wel een beetje gaan gebeuren in het tweede gebied waar we in deze game in terechtkomen. Namelijk dit schattige dorpje. Onze Mareep ligt hier heerlijk te slapen. Die is klaar en opgeladen voor een nieuw avontuur. Dus ik hoop dat jullie er ook klaar voor zijn. En waarom ik die tweede shiny wil hebben, dat is eigenlijk een beetje omdat we zo meteen in die school zouden zitten. Waar je ook weer gewoon battles hebt en ja, dan begin je toch aan het gym avontuur en alles. En als je ziet dat wij eigenlijk al bij deze trainer, daar gaan we nu heel snel heel eventjes voorbij vanwege deze flashbacks, zo hard onderuit bent gegaan omdat Mareep gewoon niet tegen een steen Pokémon kan vechten. Ja, dan is het eigenlijk gewoon broodnodig om een shiny te gaan vinden. We hebben weer alles afgestruimd. We hebben hier weer deze hele gebieden uitgekampt op zoek naar een shiny. Scarlet and Violet is op zich een game waarin een shiny vinden redelijk makkelijk zou moeten zijn. En ik heb nu denk ik 3 uur aan gameplay opgenomen. En uiteraard nog steeds geen enkele shiny. Dat was voor mij eigenlijk het moment dat ik dacht van, nou, misschien moet ik gewoon niet te lang blijven hangen in dit gebied. Niet nog 6 afleveringen. Laten we gewoon onze Mareep een beetje gaan trainen. Toch een beetje gaan battelen. En toen bleek dat Mareep eigenlijk best wel uit de startblokken komt. Die kan best wel gewoon een aantal Pokémon verslaan. Dus dat ging een aantal trainers verslaan. Dus dat ging eigenlijk heel goed. En in dit gebied heb je natuurlijk, naast dat je een aantal trainers kan bevechten, ook gewoon nog wilde Pokémon. Dus ik had zoiets van, nou, laten we gewoon verder gaan. Wie weet kom ik daar wel een tweede shiny Pokémon tegen. En dan kunnen we vanaf daar door naar de school. Want te lang blijven hangen in dat eerste gebied, dat is natuurlijk ook niks. Dus ik ben hier gewoon alle trainers afgegaan. Eigenlijk zonder problemen. Ik kon ze allemaal verslaan. Alle trainers die kon ik makkelijk hebben. En ja, dan was het toch een beetje kijken van, ga ik nou naar die school toe of ga ik nog verder met Pokémon verslaan? En nou ja, het antwoord daarop was makkelijk. Ik ging nog even verder met trainers en Pokémon verslaan. Deze Azumarill was natuurlijk geen moeite voor Mareep met een stroomaanval. En ook Houndour konden we vrij makkelijk verslaan. Ik word nog eventjes geteased met, oh, mijn 2 Pokémon heb je verslagen. Ja, ik zou ook wel heel graag 2 Pokémon willen hebben. Helaas zit die luxe er nog niet in voor ons. We hebben nog geen shiny gezien. En in deze playthrough is het wel een beetje het ding dat we alleen met shiny Pokémon gaan vechten. Zij zegt het ook nog heel eventjes. Ha, ik heb een 2e Pokémon gevangen. Ja, hartstikke leuk voor je. Wij nog niet. Dus ja, wij moeten het nog heel eventjes doen zonder. Maar ik heb hier toch wel besloten dat, ja, dat we door moeten. Dus ik ga gewoon richting die school. Ik heb heel eventjes met Nemona gevochten. Die Palmy, ja, hartstikke leuk. Terrestrializen, maar Mareep die ging hier gewoon keihard in. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Dus ik dacht, nou ja, weet je, als Mareep het zo goed doet, dan kunnen we wel proberen om gewoon naar de school te gaan en ons avontuur te beginnen. Dan hebben we toch alweer andere routes. Meer kansen op shiny Pokémon mogelijk. Of in ieder geval verschillende. En hier maakten we even kennis met Team Star, die kennen jullie natuurlijk ook wel. En ik ben hier eigenlijk gewoon een beetje vrij snel door de cutscenes gegaan. Wij kunnen nu ook terrestrializen met Mareep, dus dat is ook hartstikke fijn. En ja, toen moesten we nog een keer een battletje doen. Die ging het natuurlijk ook hartstikke dood. En ja, dat ging eigenlijk allemaal vrij makkelijk. Dus ik ben blij dat ik die keuze heb gemaakt, dat ik niet nog 6 afleveringen ga rondlopen in gebied 1. Totdat we hopelijk wel een keer een shiny tegenkomen. Ik dacht, we gaan gewoon door. Hier maken we weer eventjes opnieuw kennis met de directeur en met onze biologieleraar. We moesten overal eventjes ons gezicht laten zien in de school. Die cutscenes in het begin van de game duren zo ontiegelijk lang. Hier heb je die leider, de voorzitter van de Pokémon League. En hier, dames en heren, gaan we even kijken naar... Who's that Pokémon? Ja, wie is deze Pokémon? De giveaway actie, jullie hebben het natuurlijk wel alles voorbij zien komen, of niet. Als dit de eerste keer is, dan is dit wat je moet doen. Laat mij weten in de comments welke Pokémon je daar zag. En win 1 van mijn kaarten. Welke dat is, ik heb er eigenlijk... Oh, ik heb er helemaal geen bij de hand gepakt. Dus dat is eventjes jammer. Die ga ik eventjes hier in beeld laten zien. Dit is hem. Die kun jij winnen. Hartstikke leuk. We gaan weer verder. We hebben een nachtje geslapen. We hebben eindelijk alle cutscenes gehad in deze ontiegelijk lange...
prologue van de game. Nou, nog niet alle, want we staan hier opnieuw te luisteren naar onze directeur. Dus daar gaan we wel eventjes heel snel doorheen. Want we moeten op pad. We moeten door. We moeten shinies vinden. We moeten verder komen in dit spel. Met een tweede shiny zou het leven zoveel makkelijker worden. Dan durf ik misschien zelfs de eerste gym en de eerste titan en dat soort dingen te verslaan. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon een stap voor de volgende keer. We kunnen nu, en dat is wel heel fijn voor onze shiny hunt, naar Mass Outbreaks. En die gaan ons heel erg helpen als er eentje in de buurt zit waar wij ook daadwerkelijk kunnen komen. Hier zien we bijvoorbeeld wel een vraagtekentje aan de rechterkant. Maar voor de rest, ja, die links, dat is nog best wel ver. Dus daar kunnen we nog niet echt heen. Maar misschien dat we gewoon een outbreak moeten gaan checken. Met behulp van sandwiches. En dat we op die manier wel makkelijker aan een shiny kunnen gaan komen in aflevering nummer 3. Want ja, jullie raden het. Ook in aflevering 2 is het niet gelukt om er een tweede shiny bij te vangen. Alsnog hoop ik dat jullie wel hebben genoten van deze video. Laat het me even weten als jullie deze shiny playthrough willen blijven doorkijken. Dan ga ik zeker door met de volgende deel. En dan hoop ik toch echt dat we er een vangen met die mass outbreaks, etc. Dus, voor nu is het nog even alleen ik en mijn Mareep. Maar hopelijk in een volgende aflevering meer succes. Mensen, dankjewel voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. En zoals altijd vanaf hier. Ciao.